Het 70-jarig jubileum van Gelre Toneel wordt vanavond met een schitterende première gevierd hier in het oude Royal Theater in Roermond. Het stuk, de dag dat de paus ontvoerd werd, gaan zij 4 keer ten tonele brengen. Wij gaan vanavond een kijkje nemen. En waarom bent u vanavond uitgenodigd bij deze toneelvoorstelling? Nou, ik ben niet uitgenodigd. Ik ga altijd kijken naar deze toneelvereniging, omdat mijn vader aan de tijd die vereniging heeft opgericht. Na de oorlog, er waren mensen in de mineurstemming en die heeft gezegd, we moeten optimistisch zijn en we zorgen dat we iets leuks gaan doen. Dan beginnen we met een toneelclub. Geerte, jij staat hier als oud speelster, maar ook regisseuse van Gelre Toneel. Wat is jouw rol vanavond? Mijn rol vanavond is gastvrouw spelen voor ons 70-jarig jubileum. Dus ik mag de mensen welkom heet hier in deze prachtige foyer van de Oude Royal. En je kent het stuk, de dag dat de paus ontvoerd werd. Ja, ik heb heel vaak bij de repetitie ben ik aanwezig geweest. Alleen ik speel dit jaar helaas niet mee. Maar dat is ook leuk om een keer aan de kant te staan en andere dingen te doen. Dus super dat we jubileum hebben. Is er in de toekomst nog een kans dat je weer eens een keer de regisseur van Gelre gaat worden? Oh, dat weet ik niet. Ik ga in elk geval volgend jaar hebben weer een nieuwe regisseur. En ga ik in elk geval meespelen. Dus we zien wel wat de toekomst brengt. De gemeente laat uitrichten. De schuif zit gelijk, dus het maakt helemaal niks.